Een dame uit Mol, Stephanie Kemps, hier op het Belgisch kampioenschap in Waregem. Wat is er gebeurd? Het was zwaar. ik ben ook van achter moeten starten. Ik ben eigenlijk nooit van voor geraakt. Ik ben er dan één keer moeten lossen. Dan heb ik samen met iemand wat doorgereden. Maar dat heb ik dan ook moeten lossen. En dan heeft er een groep ons ingehaald. En dan zijn we toch nog terug bij het peloton geraakt. Maar eens dat we aan de laatste drie ronden begonnen, toen was het vatje leeg. Ik zie een grote ontgoocheling. Van waar de ontgoocheling? Ja, het is natuurlijk een wedstrijd. Het is geen wedstrijd gelijk een ander. Ja, ik had wel gehoopt om uit te rijden, maar ik had één ronde minder moeten rijden. Dus, ja. Ben je fysiek volledig in orde? Dat denk ik niet. Ik zit momenteel ook nog in mijn examens. Dus ik heb morgen en dinsdag nog mijn laatste examens. Maar ja, dat is voor iedereen zo, hè, die dan nog aan het leren is. Wat brengt dit jaar nog voor jou? Dat weet ik niet. Ik laat zo wat mij afkomen. Nu dat de examens dinsdag voorbij zijn, heb ik toch wat meer tijd om te groeien te trainen. En dan zie ik wel. Oké, veel succes voor de toekomst. Dankjewel.